Dames en heren, hooggeëerd publiek, doe jullie handen bij elkaar en klap voor de grote, paarse, debiele, rijdende boet boet. Dat duurde lang. Poet Poet rijdt altijd het scherm binnen, zo is hij. Ik wou dat we al bij het grote circus waren. Jabbadabbadoe! Schaf jabbadabbadoe af, alsjeblieft. Het kaartje goed vasthouden, Pep. We mogen het niet verliezen. Zeg maar, als je je kaartje niet wil verliezen, geef het niet aan een hond. Sommige dingen zijn zo makkelijk. Poet Poet in het circus! De enige Poet Poet game die nog niet op Serpent Gameplay heeft gespeeld. Ja, ja, doe ermee wat je wilt. JP Rinaldo, het grote circus, komt naar Appelgem. Oké. Zal wel, ja. Er is nog een hele rit naar het circus. We kunnen maar beter vertrekken. We kunnen maar beter heel hard rijden. Dat is de makkelijkste manier om snel op een plek te komen. Hard rijden. Hé, hey, dat is een geit. Wat ziet hij er aardig uit? Aardig? Ziet deze geit er aardig uit? Deze geit is... Of gewoon een mega suicidaal. en hij geeft geen neuk. What the fuck? Deze geit is niet aardig. Hij blokkeert de fucking infrastructuur van de wereld. Deze geit moet kapot. Die geit verspert de weg naar Appelgem. Ik vraag me af waar ik iets zou kunnen vinden om hem van de weg te krijgen. Ik geloof niet dat wij elkaar al kennen. Hallo trein. Oswald is de naam. Rij maar aan Oswald. Aangenaam. Thomas de trein. Hoi, Poet-Poet. Zou jij niks kunnen vinden waarmee je die geit van het spoor krijgt? Volgens mij heeft hij honger. Oké, ik zie wat ik kan doen. Zeg maar, is niet een veel betere manier voor die trein om gewoon heel zachtjes over die geit heen te rijden? Zo zou ik het zelf oplossen. Oh, wat toevallig. De geit heeft honger en precies het hele pad loopt dood op een stel bloemen die echt heel fel gekleurd zijn. Die prachtige bloemen komen misschien nog van pas. Misschien. Ik denk dat ik ze maar meeneem. Misschien. Ik heb zomaar het gevoel alsof ik ze aan de geit moet geven. Dat noem ik niet misschien van pas. Tuurlijk komen ze van pas. Hier, stom beest. Kom geitje. Hier, geitje. Dat deed hem. Ziek. Bedankt, vriendje. Zo. Ik probeer die geit al de hele morgen van het spoor te krijgen. Als dat lukt je ook echt niet. Bij een slechte trein. Als ik het rijden krijg, ben ik nog te laat voor het circus. Ga jij ook naar het circus dan? Wauw, wij ook? Wow, ze zijn toevallig! Gesproken, moet ik materiaal leveren aan het circus. Zaagsel. Tonnen en tonnen zaagsel. Heel veel zaagsel gewoon. Oh nee, dat kaartje op. Ziek. Oh nee. Daar gaat mijn kaartje voor. Wat een aardige geit, hè? Ik heb geen geld meer voor een nieuw kaartje. Je hebt geen geld? Moet ik nu toch beginnen? Ga de prostitutie in, Poet-Poet. Rij jij maar eens gauw op mijn wagon. Dan breng ik je regelrecht naar het grote circus. Nice. Mensensmokkel. Rivaldo in Appelgem, Poet-Poet. Ik weet put. Dat we een manier kunnen bedenken om je in het circus naar binnen te krijgen. Net of zonder kaartje. Nou, nice. Oswald. Ik ga mezelf even naar binnen, lullen. Naar het circus. Dankjewel, aardige trein. Jabbadabbadoe! Dit is schitterend. Het scheelt wel weer 251 kilometer aan gameplay. Ik bedoel, als ik nog helemaal naar het circus toe moest rijden, werd ik helemaal gek. We zijn er. Wauw, ik kan niet geloven dat ik nu echt bij het circus ben. Ah, je bent echt bij het circus. Het enige echte grote circus, GP Rinaldo. NGP is precies de man die je te pakken moet krijgen over dat kaartjesprobleempje van je. JP Rinaldo, de circusdirecteur? Wauw, waar kan ik die vinden? Daar heeft de circusdirecteur er geen gezin in. Ik weet zeker dat hij je dolgraag zou willen helpen. Nee! Ik hoop het maar. Wel, nog eens bedankt voor de rit, Oswald. Dat is niet hoe dat werkt. Stel, ik koop een t-shirt van Nike. En het gaat kapot. Moet ik dan zeggen, yo, wil graag de baas van de wereld, de CEO van Nike spreken. Mijn computer is kapot. Yo, mag ik Bill Gates even aan de lijn, of niet? Hemeltje lief. Mijn iPhone doet het niet. Yo, kan je Steve Jobs even bellen, of wat? Hij is gewoon aan het janken en aan het schrijven. Zo schrijf ik meestal mijn werkstukken.
kerk. Ik organiseer vanavond een reusachtige premièrevoorstelling. Een spectaculair spektakel. Daar heb ik zin in. Pijp in de krul slaat en je banden aan het roken gaan. Maar ik ben bang dat de show niet door kan gaan. Waarom niet? Omdat alles hier één grote knoeiboel is. Had je al bedacht om het te gaan oplossen in plaats van te gaan janken? Is niks op de goede plaats gekomen. Ik dacht al, zitten die dingen nou verkeerd? Ze zijn aan het muiten geslagen en ook de anderen hebben problemen. Dit zijn de 5 sterattracties. Toetel de Clown. Toetel de Clown. De Vliegende Knorpotski. Flor de Vlo. Reginald de Leeuw. En Kato Kanonskogel. Een auto in een kanon stoppen, dat is nice. De haaien. Misschien kan ik u wel helpen. Ik heet Poetpoet trouwens. Dank je, Poetpoet. Hier, pak aan. Misschien heb je daar wat aan. Is dat gewoon die lijst? Ja, het is de lijst. Oké, dan. Maakt u zich maar geen zorgen, meneer Rinaldo. Ik doe mijn uiterste best om te zorgen dat alles weer in orde komt. Als je me helpt dit circus weer op poten te zetten... Mag je gratis naar binnen. Voor de rest van je leven gratis circuskaartjes. Oh, de rest van mijn leven gratis circuskaartjes. Ik heb mijn kaartje opgevreten. Dat is echt iets waar je niks mee doet. Je gaat een keer naar het circus en dan is het leuk. Zeg maar, ik hoef ook niet de rest van mijn leven gratis naar het dolfinarium. Je gaat een keer naar het dolfinarium. Je hebt het naar je zin. Klaar. Ik kwam trouwens net op een soort openbaring. Iedere Poetpoet game komt Poetpoet in een wereld waar alles kut is. En dan lost hij het op. Zeg maar, de eerste Poetpoet is Poetpoet in de zoo. We hebben een dierentuin, maar alle dieren zijn weg. Poetpoet lost het op. Tweede Poetpoet is Poetpoet... Wat heb je er nog meer? Poetpoet in de Autostad 500. Oh, de Autostad 500 kan niet doorgaan. Poetpoet fix shit. Poetpoet en het circus. Oh nee, het circus kan niet doorgaan. Poetpoet fix shit. What the fuck? Verzin eens een leuke storyline. Oké, okay. We kunnen hier in ieder geval Flo de Flo helpen. Nu sta ik echt in de grote tent. Wat een kans om eens goed rond te kijken. Het is wel een grote tent, dus ik ga er wel vanuit dat dit de grote tent is. Gaan we even kijken bij Flo de Flo. Wat een conciërge. Wow, yeah. Is het circus al begonnen? Nee, ik ben vroeg. Ik help meneer Rinaldo de circusnummers klaarmaken voor de voorstelling. Hé, hey, ik kan wel wat hulp gebruiken. Heel wat zelfs. Ik ben Wannes. Leuk je te ontmoeten. Ik ben Poetpoet. Wat is er los? Met een baas, Flor. Flor de Vlo. Hij is er vandoor met zijn vlotte vlooien. Zijn nogal gepeerd. Waar naartoe? Hij was een beetje geprikkeld over de toestand van zijn paraplu-tintje. Het is natuurlijk letterlijk gewoon een paraplu volgens mij. Het ziet er niet uit, hè. Misschien kan ik hem wel voor je vinden. Dan zal dit wel van pas komen. Als je dan toch aan het zoeken bent, kunt je misschien eens naar een nieuwe tent uitkijken? Bedankt, Wannes. Ook nog. Ik blijf bezig met jullie. Voor mij zit Flo de Flo op de huid van een van de andere dieren. Een dier met heel erg veel jeuk. Daar zit Flo de Flo op verstopt. Ik kan even praten met deze pindagast. Verse hete geroosterde pindas. Pindas! Dat klinkt lekker. Ik hoop zo erg dat Poepoet een notenallergie heeft zonder het te weten. Gewoonlijk verkoop ik ze voor een appel en een ei. Maar vandaag, omdat het de première is... €50! Als je meedoet aan de pindawedstrijd en wint... De pindawedstrijd? Yes, de pindawedstrijd. Kijk maar eens goed naar mijn pindagalerij, dan leg ik het je uit. Oké, the fuck? Zo werkt het spel. Je hebt 10 pinda's in een stapeltje... die je naar de hongerige blikken autootjes moet werpen. Ja, is goed. Als het je lukt om 3 autootjes te voeren... 3. Dan je je eigen jumbozak verse hete geroosterde pinda. 3 van de 10 raken. Dit wordt een uitdaging. Ik hou het heel spannend door, dames en heren. Ah! Oh! Oh, pindaatje erop. Oh, oh, oh! Oh, oh! Het is je gelukt! Yay! Ik ben zo goed!
En voor deze formidabele overwinning krijg je een jumbozak verse, lekkere Binda! De Binda's. Je krijgt hem helemaal gratis van mij, van Bram het pindakarretje, de bedenker van de grote pindawedstrijd. De grote pindawedstrijd, dat ik gewoon klikken op dingen. Bram, doe even normaal, joh. Ik haat Bram het pindakarretje en alles waar hij voor staat. Hey, wat ga je ermee doen, nu je ze gewonnen hebt? Ze in een mum van tijd opeten? Mensen met een notallergie vergiftigen, dat ga ik ermee doen, Bram het pindakarretje. En de politie komt bij jou op de stoep. Dat is een verstandige beslissing. Dankjewel, zeker een verstandige beslissing. Waarmee je ze wilt delen. Fuck Bram het pindakanon. Ik wil, of Bram het pindakarretje. Ik wil het ook zien op Twitter, Facebook, iedereen. Update je status naar fuck Bram het pindakarretje. Fuck die gast gewoon. Wat zou er daar binnen zijn? Waarschijnlijk dingen. Sesam, open u. Nou, dat was super uitdagend. Gewoon een knoop ergens inleggen. Oké, okay, dan gaan we verder. Oh nee, het is Reginald, de leeuw. De emotionele, droevige leeuw. Het nieuwe pak ziet er belachelijk uit. Het is bespottelijk. Zelfs als je zou willen, zou jij er nog niet bespottelijk kunnen uitzien. Echt hoor. Nog geen duizend jaar, Reginald. Oeh, Reginald. Reginald heeft echt gewoon veel bitches. Gewoon steady, veel bitches in zijn bezit. Het ziet eruit of u klaar bent om te gaan zwemmen. Zwemmen? Hij heeft namelijk een pak van voor mij de nijlpaarden aan. Zoiets. Dit moet een vergissing zijn. Ik trek dit onmiddellijk uit. Ah, naakt! Nee, woe! Ik het kwijt. Woe! Hier, jij er iets mee. Oh, dit doet me ergens aan denken. Wie weet komt het nog van pas. En misschien vind ik uw pak wel terug. Oh, mocht dat waar zijn. Het mijne is een koninklijk pak. Een vorst waardig. Excuseer, ik geloof niet dat u reeds het genoegen had. Ik ben Reginald Cornelius Andronoclas de Dada. Oh, die gast. Met assistentes Tassie en Margot. Heel prettig. Een genoegen. Ik ben Poetpoet. Bedankt dat u dit voor ons wilt doen, Poetpoet. Ik heb dat pak vanavond al nodig. Jawel. Anders kan de show niet doorgaan. Ciao! Ik wou dus wat leuks vertellen. Ik kreeg dus laatst een fanmail een onderbroek. En die onderbroek was dus blijkbaar een kijkersbroertje. Had ooit in zijn onderbroek geplast. Maar hij durfde dat niet te zeggen tegen zijn moeder. Dus had hij de onderbroek in zijn klerenkast verstopt. 4 jaar later gevonden en toen naar mij opgestuurd. Dankjewel. Ja, ik krijg nooit meer dingen aan die kijkers me sturen. Dat is de moraal van het verhaal. Is hier überhaupt wat te doen? Voor mij niet. Het is gewoon een tussenpotje in alle andere kamers. Dit is vast waar ze al het constructiewerk voor het circuit doen. Nou, dit ding maakt houten blokken of zo. Super interessant. Hier heb je een depressieve zeehond. Om een of andere reden is iedereen gewoon heel depri. Het is niet heel gezellig. Uit de clownsneus. Ik ben Poetpoet. Ik ben Simon, de jonglerende Simon! Wacht, ik denk dat het me deze keer lukt. Weer mis. Wauw, dat ziet er moeilijk uit. Geloof het of niet, maar nu is het nog moeilijker dan het eruit ziet met die domme baller B. Gewoonlijk werk ik met 4 jongleerkegels. Jongleer? Maar ik doe wat ik kan, hè. Meer kan ik niet doen. Doe wat ik kan, hè. Als ik mij vanavond belachelijk maak, kunnen ze me nog altijd bij de clowns laten optreden, zeker. Kon erger zijn. Als je wilt, kan ik wel uitkijken naar die jongleerkegel van je. Oh, jij zijt een autootje naar mijn hart. Dat zou formidabel zijn. Zou een goede oude Simon de jonglerende zeehond een enorme school... Ik bedoel, lol, me doen. Om een of andere reden in deze game zijn gewoon heel veel voorwerpen gewisseld. Zo van, Simon, waarom? Oh ja, hier is die, hier is een beer met jeuk voor mij. Ik kan hier uren naar kijken. Ga ik doen ook. Hier moet je voor mij het vergrootglas op gebruiken en dan Reginald zoeken. Voor mij is dat hoe dat werkt. Is dat met hem praten misschien? Nee, niet kwalijk. Ik ben op zoek naar een stel vlooien. Eigenlijk vooral naar 1 vlo. Flor de vlo. Flor heet die. Sorry, Reginald is iemand anders. Dat is het leven. Er is een hele hoop vlooien in mijn pels komen wonen. En nu dansen ze er dolle disco. Ze doen billen brot niet. Het is echt een Russische stem, want dit soort beren komen ook vaak uit Rusland voor mij, van die circusberen. Ik moet
het andere dans oefenen voor première vanavond? Wel, misschien kan ik Flor wel vinden en kan ik hem vragen of hij met me meekomt. Oh, dan zou Bero Brodnik blijen dansen. Bero Brodnik, een Russische beer. Jouza! Oké dan! Wat een vlooie spel. Ik vraag me af waar Flor is. Ik moet hem vinden. Het is nu gewoon een soort potje, waar is Waldo, maar dan met waar is Flor de Flow. En het is best wel uitdagend. Voor mij staat hij wel precies op de huid zoals hij ook op het plaatje staat, dus dat scheelt. Hoop ik. Anders wordt het echt heel moeilijk. Hij heeft een gouden tand. Dat is een dingetje. Oh, hij staat hier. Hij valt best wel op, ja. Flor de Flo, ben jij dat echt? Nee. Levende leven. De enige acte tot uw dienst. Zou ik zeker vragen om terug te gaan naar mijn ring in de grote tent? Jammer genoeg kan dat niet. Maar zie je, mijn tent is zo wat aan flarden. Hele circusster als ik kan niet werken in een inferieure locatie. Dan moet ik eerst maar die tent gaan fixen. Oh, het schiet echt niet op. Ik heb nog niemand gered in de eerste aflevering. Vinden, dus alles komt in orde. Dus jij en je vlooie troep kunnen met me meekomen. Wow, wie noem je troep? Als ik een nieuwe tent voor jullie heb gevonden, kan ik jullie terugbrengen naar de grote tent. Dat is heel vreselijk, Poetpoeten. Ik zou je aanbod graag aanvaarden, maar er is een enkel instel. Wij moeten iets warms hebben. Iets met bont. Iets... met hond. Pep kijkt ik echt van, fuck jou, Poetpoet. Klaar met je shit. Voilà, het perfecte vervoermiddel. Kom op, allemaal! Poepoet geeft ook geen neuk. Ja hoor, al die vlooien. Ga lekker op mijn hond wonen. Poep. Dat zit wel snor, Pep. Het is maar voor even. Het zijn echt erg aardige vlooien. Voor mij blijft hij ook jeuk hebben, Pep. Af en toe. Bello Brodnik zegt, dank je. Nu kan ik mijn eigen ritme volgen en mijn dansnummer voor de première van vanavond oefenen. Geen moeite, Bero Brodnik, de dansende beer. Kijk hem lekker dansen, dames en heren. Die man geniet. Zie je wat daar allemaal zit? Dat is lekker. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Poet Poet in het Circus. Hopelijk vond je deze aflevering leuk. En zo niet, waarom niet? Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Waar we verder gaan met de avonturen van Bero Brodnik, de dansende beer. Nou ja, even kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!